Ja, uiteindelijk gaat het erom wat het beste is voor het team en voor de spelers die hier lopen, hè. En natuurlijk heb ik een bepaalde voorkeur voor 4-3-3 spelen. Alleen ja, je moet ook kijken van wat hebben we wel voor handen, wat rendeert het beste met elkaar. Kijk, uiteindelijk willen we hier gewoon zo goed mogelijk voetbal spelen met zoveel mogelijk punten. En het liefst ook nog dat daar een bepaald spektakel en energie bij zit. Reinier, allereerst gefeliciteerd, hoofdtrainer van Willem II. Na 2 keer interim trainer te zijn geweest, is het nou de hoofdtrainer. Ja, hoe is dat zo ontstaan? Ja, als eerste dankjewel uiteraard. Ja, vorige situatie als interim, periode met Erwin van der Looy nog. Ja, nu helaas het ontslag van Kevin, ja, wat het uiteindelijk nog steeds betreuren uiteraard, de manier hoe we samengewerkt hebben. Dus, moeilijke periode was dat op dat moment. En ja, ja, uiteindelijk komt er dan een vacature vrij. Ja, waar de club uiteindelijk ook nog bij mij terechtgekomen is. Hè. Ze wisten mijn ambities al ja, voordat ik hier teken als assistent. Dat ik daar ook nog steeds mee in mijn hoofd zat. Dus ja, vandaar dat de club ook. Ja, dat hij mij toch als een van de kandidaten gezien heeft. En ja, daarna zijn de gesprekken begonnen. Je kent de club, dat heeft ook natuurlijk zijn voordeel. Je kent de spelers, je weet hoe ze werken, je weet de kwaliteiten, dat heeft zijn voordelen. Ja, nou, voor sommigen wel, voor andere spelers misschien weer niet. Hè? Omdat je ja, positieve dingen ziet van spelers, maar ook de mindere dingen. Dus ja, er zullen spelers blij mee zijn dat ik het geworden ben en ook spelers niet blij mee zijn. Alleen ja, je hebt wel bepaalde voorkennis uiteraard. En ja, dat is misschien het voordeel wat ik heb van als je iemand van extern zou hebben. Dat is inderdaad ja, iets wat wel meespeelt natuurlijk. Er is veel gesproken over systemen de afgelopen weken, ook onder Kevin Hofland. 3-5-2, 5-3-2, 4-3-3. Hoe zie jij dat? Ja, uiteindelijk gaat het erom wat het beste is voor het team en voor de spelers die hier lopen. Hè. En natuurlijk heb ik een bepaalde voorkeur voor 4-3-3 spelen. Alleen ja, je moet ook kijken van wat hebben we wel voor handen, wat rendeert het beste met elkaar. Kijk, uiteindelijk willen we hier gewoon zo goed mogelijk voetbal spelen met zoveel mogelijk punten. En het liefst ook nog dat daar een bepaald spektakel en energie bij zit. Ja, wat we in de eerste periode dat ik hier zat, ja, wat we toen ook voor elkaar hebben gekregen, dat hoop je in het team terug te zien. Dat er een bepaald karakter in het team terugkomt ja, van onverstoorbaarheid en van geloof in eigen kunnen. En dat ze tot een bepaald niveau gaan komen. Ja, en of dat nou een speler is die 10 meter hoger staat of 10 meter lager, waardoor het weet ik veel, 5-3-2 wordt of 4-3-3. Ja, dat vind ik maar details. Het gaat veel meer om je intenties en je ideeën wat je samen als team en als speler hebt om iets te gaan creëren met elkaar, dan ja, je kan wel 4-3-3 spelen, ja, dat staat misschien heel leuk van we spelen heel aanvallend. Maar ja, als de intenties verdedigend zijn, of we gaan inzakken, of we gaan het compact maken, ja, dan kan je over oordelen van ja, wat is er dan aanvallender dan 3-5-2 of 4-4-2 in een ruit, of ja, noem het maar hoe je het wil noemen. Ja, dan is morgen eigenlijk je eerste dag ook meteen een wedstrijddag als hoofdtrainer. We moeten meteen door. Ja, maar ja, dat vinden we allemaal het prettigst hoor. Ik bedoel, je moet dit ook niet te belangrijk maken dat het hier nu om gaat. Uiteindelijk gaat het erom wat we daar in dat stadion laten zien. En met name die spelers. Dus die zijn daarin toch wel even wat belangrijker dan de speler die, of de trainer die op dat moment daar leiding aan geeft. Los van de plannen en noem alles maar op wat je wil. Maar uiteindelijk gaat het wel om de uitvoering.